Phonak Lyric, het enige 100% onzichtbare hoortoestel ter wereld, is nu ook beschikbaar voor zelfvervanging. Een procedure om Lyric-toestellen zelf te vervangen voor uw eigen gemoedsrust. Hoe werkt het? Stap 1. Was uw handen en creëer een schoon werkoppervlak voor uw zelfvervangingskit. Stap 2. Haal het Lyric-pakket uit de zelfvervangingskit. Controleer of de temperatuurindicators op het etui niet van kleur zijn veranderd. Ze mogen niet rood zijn. Als ze rood zijn, neemt u contact op met uw audicien die u een ander toestel zal geven. Op elke verpakking zal rechts of links worden aangegeven. Verwijder het toestel uit het oor waarin u het vervangende toestel wilt plaatsen. Stap 3. Schakel het apparaat in met de SoundLink. Houd het toestel in uw gesloten hand om het te controleren op feedback. U hoort fluiten. Stap 4. Houd Lyric vast tussen duim en wijsvinger. Gebruik uw rechterhand voor uw rechteroor en uw linkerhand voor uw linkeroor. Stap 5. Heeft uw audicien geadviseerd glycerine te gebruiken, dan brengt u dit aan met een wattenstaafje. Stap 6. Zorg dat het dunne uiteinde de gehoorgang wordt ingebracht en de zwarte stip naar boven wijst. De verwijderlus wijst naar buiten. Stap 7. Plaats Lyric in de opening van de gehoorgang en breng het zo diep mogelijk in met uw duim. Stap 8. Vorm een ei met uw vingers en gebruik uw pink om het toestel voorzichtig tot de juiste inbrengdiepte te brengen. U weet of het toestel juist is geplaatst op basis van hoe het voelt, de geluidskwaliteit en de luidheid. Zodra u het Lyric toestel hebt ingebracht, doet u hetzelfde bij het andere oor. Ga voor meer informatie naar phonak.nl.